En de Hollandse hit komt vandaag ook gewoon helemaal live vanuit onze studio hier in Spijkenisse. Het eerder van het nieuwe stadshart dat geopend wordt. Zullen we dus heel de nieuwe tijdelijke studio van Radio Rijnmond staat in een van de nieuwe winkelstraten van het Stadsplein. De verhuizing is nog wel even wennen voor presentatrice Natasja Morales. Het is echt een beetje kamperen. Het is wel even wennen, maar dat is natuurlijk met alles wat nieuw. Je bent je mooie, luxe, eigen, veilige studiootje gewend. En dan zit je ineens in een winkelstraat. Het nieuwe Stadsplein met winkels en huizen moet voor een frisse wind zorgen in de gemeente. En dan vooral het centrum. Het imago van de stad kan wel een boost gebruiken. Spijkenisse heeft ten onrechte een imago wat de werkelijkheid geen goed recht doet. Wij hebben hier in Spijkenisse een overvloed aan positieve punten. En helaas met regelmaat zijn het de negatieve dingetjes, verhoudingsgewijs gezien, die wel het nieuws halen en niet de positieve dingen. Spijkenisse claimt nu dat ze helemaal nieuw zijn en mooi en een nieuw stadshart hebben en het is helemaal fantastisch. Nou, dat willen we wel eens zien, dus we gaan dat eens een keer testen. En daarom zitten we hier. En dus we zitten hier niet om alleen maar reclame te maken, maar we gaan eens even kijken of het inderdaad echt leuker is geworden. Een beetje positiviteit is voor elke stad natuurlijk welkom. Maar hoe positief kijken de inwoners eigenlijk zelf naar hun stad? Een groeistad. En daarna droom ik. Een droomstad. Ja. En waarom? Ja, je hebt alles hier eigenlijk. Je hebt alles. Ja. Je zit afgelegen, maar toch alles in de buurt. Ik woon enorm naar mijn zin, maar ik ben van oorsprong ook Rotterdammer. En dat trekt ook nog wel eventjes voor het uitgaan en voor andere zaken. Deze mensen zijn dus al om. Nu wij nog. En we hebben nog de rest van de week.